Mijn naam is Leo Hoornmans en ik mag de wereld rondreizen om over geluk te spreken als ambassadeur van geluk. Ik heb gesproken met Kofi Annan, de vorige Europese voorzitter, heeft mijn boek cadeau gedaan aan alle wereldleiders. Het ligt op het nachttafeltje, hoop ik, bij Barack Obama en Merkel en Poetin. Ik weet niet of ze het gelezen hebben, maar als ze het zo gelezen hebben, zullen ze een boodschap krijgen van geluk, hoop en liefde. En dat heeft niks te maken met ijle gedachten. Dat heeft te maken met kennis, wetenschap en onderzoek. De positieve psychologie heeft zich de voorbije 20, 30 jaar bezig gehouden met wat ons gelukkig maakt. We hebben ons 100 jaar afgevraagd wat mensen ongelukkig maakt. En nu weten we ondertussen een beetje over wat ons gelukkig maakt. En als we die vlek kunnen uitbreiden, ja, dan kunnen we met z'n allen niet alleen zelf een beetje gelukkiger zijn, maar het ook meegeven aan onze vrienden, onze familie, onze collega's en de samenleving. De samenleving geeft ons heel vreemde signalen. Geeft ons signalen van angst. Het zijn de bootvluchtelingen, het zijn het is terrorisme alom. Als we één ding heel goed weten uit al het onderzoek dat we hebben, dan is dat net dat angst de slechtste raadgever is. Ik was uitgenodigd in Beirut, tussen twee bomaanslagen door op de Arabische Universiteit. 300 jonge mensen die dat positieve psychologie studeren. Ik dacht, mijn god, wat moet ik daar vertellen? Maar ze geven mij een hele wijze les, die we ook in het geluksonderzoek zien. Angst is de slechtste raadgever voor gelijk welke houding in ons leven. Wat is het tegenovergestelde van angst? Het tegenovergestelde van angst is hoop. Hoop is het tegenovergestelde. En hoop is dat mechanisme dat ons in staat stelt om doelen te stellen, nieuwe doelen te stellen, wegen te vinden om altijd doelen te realiseren en eigenaar te blijven van ons eigen leven. Gelukkige mensen, hoopvolle mensen, stellen zich niet op als slachtoffer van het leven, maar als eigenaar van het leven. De vluchtelingen worden niet gedreven door wanhoop. Ze worden gedreven door hoop. Ze stellen zich doelen. Ze vinden wegen om die doelen te bereiken. En ze kunnen eigenaar blijven van hun leven. In die zin zijn de vluchtelingen voor mij niet een deel van het probleem, maar een deel van de oplossing. Ze leren ons kijken naar onze wereld, die een bijzonder mooie wereld is. Een wonderlijke wereld die we hebben opgebouwd. 70 miljoen doden in de Tweede Wereldoorlog. En kijk welk waardepatroon we hebben ontwikkeld. Natuurlijk zijn er aberraties en fouten. Zij maken mensen, doen mensen verschrikkelijke dingen. Maar gelukkig zijn er nog altijd veel meer optimisten dan pessimisten. Alleen maken de pessimisten meer lawaai. Misschien wordt het tijd dat de optimisten ook een beetje lawaai maken. En dat heeft niets met naïviteit te maken of met cynisme. Dat heeft te maken met recente kennis en wetenschap in de psychologie, in de sociologie, in de economie, die aantoont dat mensen die zich goed in hun vel voelen, die proberen een beetje gelukkig zijn, ook succesvol zijn op heel veel domeinen. Op liefde, vriendschap, zelfs in zaken, in sport, in studie. Er is geen enkele reden om niet proberen een klein beetje een optimist te zijn.